Hey, ik ben Rebecca Timmer en ik ben lid van het partijbestuur van Bijeen. Ik was vandaag gevraagd een filmpje voor jullie op te nemen over wat het nou betekent om bestuurslid te zijn voor Bijeen. Je ziet dit filmpje omdat je waarschijnlijk nog twijfelt over: ga ik het doen? Ga ik mij verkiesbaar stellen als bestuurslid? Het is best wel wat en het klinkt best wel saai. Nou, en mijn taak is het nu om jou in een paar minuten te overtuigen dat dat toch echt wel meevalt en eigenlijk ontzettend leuk is. Ik ben zelf partijbestuurslid. Veel bezig geweest met onze lokale afdelingen. En ik heb ooit ook zelf in het bestuur gezeten van een lokale afdeling. Ik was toen 17. En dat was voor een andere partij, maar dat moet je maar niet doorvertellen. Was in ieder geval ontzettend leuk. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Hè? Natuurlijk, je gaat twijfelen. Moet ik me verkiesbaar stellen? Moet ik het niet doen? Ik zeg, doe het sowieso. Dus voordat ik begin al, doe het. En waarom moet je het dan doen? Ja, ik denk in de eerste plaats. Om twee dingen. Eén, of drie dingen eigenlijk. Eén, omdat jij een teamplayer bent. Je hebt het gevoel en ook je hebt de aanleg om mensen te organiseren en als een team te gaan functioneren. Niet alleen met jouw bestuursleden die dicht bij jou staan, maar ook met alle actieve leden van de afdeling. Een afdeling heeft natuurlijk ontzettend veel leden. Nou ja, jij bent als bestuurslid degene die daarin de voortrekkersrol neemt en samen met al die mensen dingen gaat organiseren. Ik denk ten tweede dat je committed bent. Dat dat iets is wat je bent als bestuurslid. Want nou ja, we zijn een vrij nieuwe partij. Ontzettend veel uit te zoeken met elkaar. Ontzettend veel te ontwerpen. Wegen aan te leggen. En manieren te ontwikkelen van hoe wij dingen doen. Maar dat is dus ook wel juist het leuke. Als je daar een beetje commitment in kunt steken. En dat we met elkaar gaan uitzoeken. Hoe doen we die dingen precies? Hoe functioneert een afdeling precies in deze stad? In dit geval in Utrecht. En die commitment gaat ook over het feit dat, nou ja, het bestuurslidmaatschap kost nou eenmaal gewoon wel wat tijd. En die tijd moet je bereidwillig zijn om erin te steken. Het is in ieder geval, het gaat ontzettend veel vruchten afwerpen, want dat is het derde. Het gaat bovenal een heel leuk avontuur worden. En jij bent bereid om dat avontuur aan te gaan en samen met mensen te zoeken naar manieren om de beweging die wij zijn en willen worden, die wij groter nog willen worden, uit te bouwen op een lokale manier. En als bestuur gaat dus onderzoeken hoe gaan wij zo goed mogelijk faciliteren dat leden en geïnteresseerden acties gaan organiseren, campagnes gaan voeren en concrete veranderingen gaan bewerkstelligen voor de mensen voor wie wij dit allemaal doen. Het is allemaal leuk, de praatjes. Heel veel besturen die wij ook normaal kennen, als je hoort over bestuur van die organisatie, bestuur van die organisatie, dan is het toch veelal saaie stukken en profielschetsen, weet ik veel wat voor ongein. Ja, ik hoop dat wij daar gewoon niet aan gaan doen en dat is nu in ieder geval het geval. Natuurlijk, je zal af en toe een stuk geschreven moeten worden, natuurlijk, je moet je financiën een beetje bijhouden, maar verder is het vooral aan onze taak om mensen te gaan organiseren, te faciliteren. En ook om ontmoeting te gaan organiseren tussen enerzijds jullie als bestuur, maar anderzijds ook de leden onderling en mensen die geïnteresseerd zijn in onze ideeën, maar misschien nog niet helemaal overtuigd. En nou, daarin ontmoet je ook weer zoveel mensen en verschillende mensen, wat mij in ieder geval altijd lokaal en landelijk heel veel energie heeft gegeven, omdat dat de mensen zijn voor wie we dit doen. Voor wie we committed zijn, voor wie we die teamplayer even fijn zitten zijn. Voor wie we al deze leuke activiteiten organiseren. Nou, ik hoop dat ik een beetje een beeld heb kunnen schetsen van wat een bestuur doet. En waarom het ontzettend leuk is om daar onderdeel van te zijn. En ik hoop dat op de ALV van Utrecht jij je verkiesbaar hebt gesteld. Nou, ik mag niet stemmen in Utrecht, maar dat er toch iedereen voor jou stemt om bestuurslid te worden. En dan gaan we elkaar tegenkomen. Veel liefs en succes!